Nu merk ik steeds dat ik steeds meer wil. Dus vooral het laatste jaar merk ik dat ik echt naar de top wil. Zes toptalenten uit het noorden die knokken voor hun plek op het podium. Allemaal met een ijzeren discipline, ongekend doorzettingsvermogen en één droom. Dit zijn de aanpakkers. De 18-jarige Louise Lienberg ligt het liefste met haar boot in het water. En niet voor niks. Ze heeft de internationale roeiwereld geschokt door op een groot internationaal toernooi goud te pakken. Deze jonge, enthousiaste roeister houdt van de sport en van de uitdagingen die ze haarzelf dag in dag uit weer oplegt. Elke dag weer het maximale uit jezelf halen. Elke dag je grenzen verleggen. Allemaal voor die ene droom. Is ook mijn fysiek, maar ook heel erg mentaal. Want als je niet sterk bent, dan denk je misschien wel eens, oh, ik wil nu echt afstappen en ik ben er nu echt klaar mee, ik stop er gewoon mee. Maar ja, je moet wel sterk zijn om dan dat te kunnen volhouden. Nou ja, ik wil gewoon dat zij eruit halen wat erin zit. Wat je vaak merkt, en dat spreek uit eigen ervaring, is op een gegeven moment ga je jezelf een beetje zielig vinden. En alles doet pijn. Je benen doet pijn, je ademhaling, je hebt zin om zeg maar een beetje in dat paniekerige te komen. Je moet gewoon rustig blijven en focussen op je taak, zeg maar. Je moet eigenlijk alles schreeuwt dat je moet stoppen en toch moet je doorgaan. Maar de meeste mensen denken, de beelden roeien zo uit dat je alleen met je armen doet. En iedereen verbaast dan altijd, hoe doe je roeien met je benen? Maar dat is wel zo, want je duwt je hele lichaam weg op je benen en zo gaat je kracht door je hele lichaam en nou ja, daar haal je je kracht uit. Nou, niet echt één moment, denk ik. Maar ik denk dat het ongeveer kwam nadat ik goud won op de Coupe. Want deze zomer, toen ging ik naar de Coupe de la Jeunesse in Oostenrijk, was dat. En toen won ik daar goud in de skiff. En daar naartoe trainen vond ik ook echt zo leuk. En toen ik daar was, dat was zo'n internationale wedstrijd, dat was echt fantastisch. Dat was echt de tijd van mijn leven daar. Nou, ik stond op het Ereflot en ik zag alle Nederlanders naar me kijken. En mijn coach was ook helemaal trots. En een paar teamgenoten die ik ook al 2 jaar ken of zo, die stonden ook bij het Ereflot en die waren ook helemaal blij. En toen rende ik naar ze toe en dat was echt zo'n mooi moment. Dat ik gewoon wist dat ik goud had en dat ik gewoon, dat ik gewoon het had gedaan. Dus ik dacht echt, oh ja, dit wil ik wel echt vaker doen. En toen ging ik naar het WK en EK en ik kwam erachter toen dat het zo leuk was om daaraan naartoe te werken en om daaraan mee te doen. Dus die momenten waren denk ik wel de momenten waar ik dacht van nu wil ik wel echt verder hiermee. En vooral het laatste jaar, nu merk ik steeds dat ik steeds meer wil. Dus vooral het laatste jaar merk ik dat ik echt naar de top wil. Mijn moeder zegt ook wel heel vaak van ik weet niet waar je het vandaan haalt en hoe je dit kan opbrengen. En als ik dan bijvoorbeeld geen zin heb, dan zegt mijn moeder van ja weet je, ga dan gewoon een keer niet. En dan denk ik nee, weet je, het is een training, het moet, ook al heb ik geen zin. Dus dan ja, doordat ze zeggen van ja ik weet niet waar je het vandaan haalt, voel ik me dan ook wel weer sterker of zo. Dat ik weet van ja, dit kan eigenlijk niet iedereen. Nou ja, ik merk inderdaad wel dat het soms heel erg hard is. Want niet iedereen is even aardig tegen elkaar, ook al zit je in hetzelfde team. Dus dat is wel soms moeilijk. Maar ik probeer er niet te veel mee om te gaan. Ik probeer het gewoon te laten. Dus ja, dat eigenlijk. Ik probeer gewoon niet te veel mee om te gaan. Kan je zelf ook hard zijn? Nee, niet heel goed eigenlijk. Ik ben altijd degene die eigenlijk niks van zegt. En die vroeger vooral, toen liet ik me wel over me heen lopen. En nu kan ik wel wat van zeggen hoor, maar nu negeer ik het meer vooral, denk ik. Wacht even, dit is echt heel lang geleden. Dus... Nou, dat is het. verder kan ik het niet meer. Nou, meestal als ik ga ergometeren, dan... Ik ga het zo even laten zien. Dan heb je hier de split. Hier kan je zien hoe hard je gaat per 500 meter. Nu bijvoorbeeld is heel langzaam, 4 minuten en 12 seconden per 500 meter. Hier zie je altijd hoeveel meter je hebt. En hier het tempo, dus hoeveel halen je per minuut maakt. Kom je ook wel eens kotsmisselijk van dat ding af?
Nou, heel veel wel, maar ik ben nooit echt misselijk geweest eigenlijk. Het doet vooral heel erg pijn, maar misselijk heb ik nooit echt meegemaakt. Deze zijn wel bijzonders voor mij, want dit is van de Coupe, toen ik in de Skiff won in Zwitserland en Oostenrijk. Dus dit was goud en dit was de zilveren. Op zaterdag won ik goud en op zondag won ik zilver. Dus die vind ik wel het belangrijkst en het mooist. En dit zijn gewoon allemaal Nederlandse wedstrijden die ik toen allemaal in 2019 of in nog dit jaar heb gewonnen. En altijd op de achterkant zet ik zo'n briefje erbij, voordat ik weet welk jaar het was. En nou ja, dit zijn dus allemaal blikken en medailles. Nou, hier won ik, dat was de wedstrijd in 2019. De ARB heette die. En toen won ik ook in de skiff. En mijn oma was toen mee om te kijken en mijn moeder ook. Dus toen stonden we samen op het erevlot. Toen hadden we deze foto gemaakt. En mijn oma was ook helemaal emotioneel en helemaal blij en zo. Omdat zij, ze stond toen op hetzelfde erevlot als waar zij toen stond toen ze Nederlands kampioen werd. Dus dat was wel bijzonder. Is dat ook deel waarvoor je het doet? Ja, elke keer dan denk ik, soms denk ik wel van, ja oké, weet je, ik wil oma wel trots maken of zo. Ik wil ook bereiken wat zij heeft bereikt toen, want ik ben nog geen Nederlands kampioen. Dus heel vaak denk ik wel van, oké, weet je, voor die Nederlands kampioen, wat mijn oma ook was. Dat denk ik wel heel vaak. Dus dat is wel mooi. Want wat rijdt je zo mooi aan de Olympische Spelen? Nou, gewoon om daar naartoe te werken. Gewoon een doel te hebben en daar gewoon echt voor te trainen. En gewoon om daar te staan is gewoon zo fantastisch. Al die buitenlanders, dat je gewoon al die mensen kent uit allemaal andere landen. Gewoon al dat gedoe eromheen vind ik ook gewoon heel leuk. En denk je dat je dat in je hebt? Ja, ik denk uiteindelijk misschien wel, ja. Ja, dat denk ik wel. Omdat ik mentaal ook wel echt heel erg gericht ben op gewoon ergens naartoe werken. En gewoon echt, naar gewoon een doel hebben, zeg maar. Want als ik geen doel heb, als ik vakantie heb en niet train, dan voel ik ook gelijk van ja, weet je wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Ik wil gewoon lekker trainen ergens naartoe. Dus ik denk wel dat ik het in me heb.